Oorsbeek is vrijdagmiddag een auto op zijn zijkant beland. Bij het ongeluk op de Oorsbekerweg raakte de bestuurster lichtgewond. Het ongeluk gebeurde om 2:30 nadat de vrouw vermoedelijk een blackout gekregen had. Ze reed in de richting van het sportcomplex, raakte een of meerdere geparkeerde auto's en belandde met haar voertuig op zijn zijkant. Aanvankelijk werd gedacht dat ze bekneld zou zitten, maar dat bleek niet het geval. De vrouw werd door de hulpdiensten uit haar auto gehaald. Ze hoefde niet meer naar het ziekenhuis, maar werd ter plekke aan haar lichte verwondingen geholpen.